Welkom bij aflevering 104. Mijn naam is Meijer. Wij zijn medereizigers door het seksboek heen van een cursus in Wonderen. Oké. Het begin van hoofdstuk 16. Ware inleving. Vandaag deel 3. Laatste deel van dit heel indrukwekkend paragraaf. Ja. Kijk, ik heb gezegd dat als een broeder iets dwaas van jou vraagt, dat te doen. Maar vergewis je ervan dat het niet betekent iets dwaas doen wat hem of jou zou kwetsen. Want wat die een kwetst, zal die andere ook kwetsen. Dwaze verzoeken zijn alleen maar dwaas, omdat ze in conflict zijn. Aangezien ze altijd een of de ander element van speciaalheid bevatten. Okay. Dit stuk doet veel wenkbrauwen omhoog trekken. Wat bedoelt Jezus hiermee? Wat is een dwaze verzoek? Een dwaze verzoek is wanneer een broeder ons vraagt om met hem mee te gaan en mee te voelen in zijn geloof en zwakheid, in ziekte en in de dood. En zodoende de droom van zwakte te versterken. Wij willen niet meegaan in de droom van de ander. Dus het gaat altijd om hoe reageren wij hierop en met welke innerlijke leraar zijn wij verbonden. Met de liefde als aansturing is het best mogelijk dat wij op het fysieke niveau behulpzaam mogen zijn en iets mogen doen. Maar wij gaan niet mee in zijn droom. Op het niveau van de denkgeest, wij zegenen onze broeder. Via de Heilige Geest wordt licht en liefde uitgebreid. Wat jij via hem, via de Heilige Geest geeft, is bestemd voor het hele zoonschap, niet voor een deel ervan, want dat is weer afscheiden. Laat zijn functie aan hem over, want hij zal die vervullen als je hem slechts vraagt in je relaties binnen te komen en die voor jou te zegenen. Kijk hoe mooi dat allemaal is. Het is ook heel praktisch van onze lieve broeder en leraar Jezus. Dwaze verzoeken komen ook binnen via de televisie. Wanneer wij horen van een ongeluk of beelden zien van iets op het journaal, dan zijn wij geneigd om medelijden te voelen voor een specifieke mensen of groepen van mensen. Meegaan met de droom van afscheiding is wat wij af willen leren, want dat is wat gebeurt. Medelijden voor een selectieve groep mensen is een droom van afscheiding. Dus wij zijn hier begonnen een paar dagen terug. Zich inleven betekent niet meegaan in het lijden. Zo hebben we altijd gereageerd. Dat is wat wij ons in het verleden hebben geleerd. Maar deze cursus leert ons heel wat anders. Deze goede intenties worden nu juist bevestigingen van afscheiding. Want wij bereiken niet het gezondschap in zijn geheel. Het is een afgescheiden groepje mensen. Oh, de stem van het ego zal gelijk binnendringen met allerlei dingen zoals: dit kan je niet maken, dit is onmenselijk. Wat, je bent ongevoelig geworden, wat ben jij ongevoelig geworden? Laten we niet meer luisteren naar zulke boodschappen van de Heilige Geest. Maar laat die gedachten van het ego maar komen en maar gaan. Wij leren nu van Jezus dat wij niet weten hoe wij mogen reageren. En dat wij onze gedachten en gevoelens aan de Heilige Geest mogen geven voor vergeving. Hij zorgt ervoor dat het hele zoonschap genezen wordt in de denkgeest, door onze vergeving en niet een afgescheiden deel hiervan. Dat kan niet.
De Heilige Geest ziet geen afgescheiden delen. De Heilige Geest ziet ons als één. Oké, even nou samenvattend deze drie delen. Het ego vertoont ons schrikbeelden om ons in zijn macht te houden. Dat we altijd naar buiten kijken en nooit meer naar binnen. Wij willen niet meer meegaan in medelijden. Lijden is niet te begrijpen. Dit zijn de dwaze verzoeken die op ons pad komen. Laten we herinneren dat ziekte, lijden, conflicten, oorlogen en rampen niet door God zijn geschapen. Wat deze cursus ons leert is voor ons ondersteboven leren. Geheel nieuw. Spiritualiteit, het niveau van de dinggeest, is niet te begrijpen. Het is onbekend terrein voor ons. Wij zijn het aan het leren. Dus laten we ook terugdenken even aan het eerste principe van wonderen. Wonderen kennen geen rangorde na moeilijkheid. Het ene is niet moeilijker of groter dan het andere. Ze zijn allemaal gelijk. Allemaal uitingen van liefde zijn maximaal. Alle uitingen van liefde zijn maximaal. Dus wij geven toe dat wij niet weten hoe wij kunnen reageren. Wij laten de Heilige Geest zijn functie uitvoeren. En wij zeggen amen. Deze paragraaf waar de inleving komt. En alle jaren dat ik bezig ben. Ik weet niet hoeveel keren ik dit gelezen heb. Het is zo belangrijk. Het is zo indrukwekkend. En elke keer wordt het duidelijker. Want verdieping vindt steeds plaats. En ik ben nu ook dankbaar voor de verdieping. Wat nu in mijn denkgeest plaatsvindt. Ik hoop misschien dat een beetje hiervan overgekomen is van mijn broeders en zusters. Want wij delen onze innerlijke glimlach. Wij delen een reis zonder afstand. Maar wij delen ook ware inleving met de Heilige Geest. Dank jullie wel voor het kijken. Misschien tot een volgende keer. Doei!